welke mijn koffiediscounter. Maar om het wat beter uit te leggen, vraag ik even je aandacht voor onze koffie-expert. En toen kwam Zura weer met iets moois, maar zo mooi, en dat kunnen zij alleen maar. Dat is de ENA Micro 9 One Touch. En One Touch betekent dat hij met één druk op de knop een cappuccino kan maken. De soorten die je kan maken, die staan hier aangeduid. Hij maakt een espresso tot een grotere Hollandse koffie en een nog grotere emmer. Dit is de One Touch Cappuccino en de One Touch Latte. Die maakt hij ook, de Café Latte. Ja, en dan het uiterlijk, bekend dat ik daarop val, hè? Maar deze is wel weer typisch Zura. Niemand lukt het om zo'n beeldschone machientjes te maken. Buitendien is het de compactste volautomaat ter wereld. Alles zit erop en aan, zelfs One Touch. En dat is toch wel weer van deze Zwitsers een reuze prestatie. Het is een volautomaat. Hij heeft een waterreservoir van 1,1 liter. Een bonenreservoir van 180 gram. En hij heeft one-touch bediening voor cappuccino en latte macchiato. Fijn ook dat de bediening handig is en simpel. Want de knoppen geven het u al aan. Dus dat kan niet meer fout gaan. De sterkte, die stel je dus met de draaiknop af. Kijk, daar komt mijn stand voorbij. Dat is dus in orde. Dan heeft hij een menu en dan moeten we deze knop wat langer ingedrukt houden. Kijk, onderhoud kan u afstellen. Product, filter en zo zijn er een heleboel mogelijkheden, inclusief de taal, spoelingen, hoe u het display wil hebben. U kan alle kanten uit, maar we gaan er weer uit, want dat kan u thuis experimenteren. Maar ja, we gaan natuurlijk wel een one-touch cappuccino maken. Dat ding kan een heel eind omhoog, dus die emmer kan eronder. Nou jongen, laat het maar zien. Alsjeblieft. Tje, die gaat goed zeg. Uit dat zo'n klein ding, zo'n compact apparaatje. Kan je er zo'n emmer cappuccino uit halen? Toch ook even proeven, want ik wil het wel weten. Complimenten aan Zura. Hij is oké. Hij is meer dan oké. Hij is hartstikke lekker. De waterbak van 1,1 liter zit aan de achterzijde. Kan er makkelijk uit. Kan u dus makkelijk vullen onder de kraan en weer terugzetten. Het bonenreservoir is niet zo heel groot, maar hij is wel compact, maar wel 180 gram. Maar er is overal aan gedacht. Kijk maar, daar zit de afstelling van de molen. Aangegeven op het dekseltje. En hier kan u een gemalen portie, eventueel decaf, indoen. Maar als u Arabica drinkt, ach, dan is die hoeveelheid cafeïne natuurlijk al veel geringer dan gewoon. In afwijking tot alle andere merken heeft Zura een heel degelijk onderhoudssysteem, waarbij de Z-groep door henzelf wordt geserviced, dus door een erkende Zura dealer-reparateur. Dat heeft als gevolg dat de levensduur van Zura's gemiddeld zo'n 2-3 jaar langer is dan van andere machines. Dat is wel een waarheid als een koe. Het enige wat ik u dus nog moet laten zien is de afvalbak die hieronder zit en een stuk of 8-9 koekjes noemen we dat, kan ontvangen. Heel belangrijk is het onderhoud van uw koffiemachine. Naast het schoonspoelen van de Z-groep moet u ontkalken. Ga ervan uit een keer of 6 per jaar, dus iedere 2 maanden. Heel belangrijk is dat u daarnaast het ontkalken de machine ook een aantal keren per jaar moet reinigen. Dat gebeurt met een pil. En deze pil, afhankelijk van de machine, wordt ook vaak toegevoegd aan het water of in een apart vakje. Uiteraard is dit ontkalkersetje voor een heel jaar verzorging bij ons te verkrijgen. En zo hebben we dan een espresso, latte macchiato, cappuccino of een gewoon kopje koffie van koffiediscounter.nl.